Dit is filoles les 5 van hoofdstuk 9. Het is handig om bij deze filoles je binas bij de hand te houden. Nog even ter herinnering, in de vorige les hebben we gezien dat elk element zijn eigen karakteristieke emissielijnen had. In deze les gaan we kijken hoe die spectra eigenlijk ontstaan. We halen eerst nog even op hoe natuurkundigen tot 1900 aankeken tegen elektromagnetische straling. Dan kijken we naar het fotoelektrisch effect waar Einstein dus de Nobelprijs voor kreeg. En daarmee kunnen we de spectraallijnen verklaren. Dat heeft ook te maken met het atoommodel van Bohr. En tussendoor heb ik heel veel voorbeeldopgaven. Nou, tot 1900 werd uh, elektromagnetische straling gezien als een golfverschijnsel. Hier zie je een lopende golf met twee componenten: een magnetische component, een magnetisch veld en een elektrisch veld. En dat weten we dankzij de schot James Clerk Maxwell. Die magnetische en elektrische golven hebben een golflengte. En die planten zich in een bepaalde richting voort, de voortplantingsrichting. Wat voor het vervolg belangrijk is, is dat de golflengte en dus de frequentie bepaalt welke kleur de straling heeft. En met kleur bedoel ik eigenlijk wat voor soort straling het is: zichtbaar licht, infrarood, radiogolven enzovoort. Dat heb je geleerd in les 1. De amplitude van de golven bepaalt de intensiteit van de golven, dus hoeveel energie er per vierkante meter wordt uitgezonden. En voor de zekerheid. Deze golven bewegen dus allemaal met de lichtsnelheid. Laten we nu kijken naar de demonstratie van het fotoelektrisch effect. In het fotoelektrisch effect worden elektronen vrijgemaakt door elektromagnetische straling. Dat kun je aantonen met behulp van een elektroscoop zoals je hier rechts ziet. Met zo'n elektroscoop kun je statische elektriciteit aantonen. Dit is de opstelling: een bouwlamp voor zichtbaar licht, een UV-lamp en hier hebben we een perspex Staafje dat we opwrijven en zo positief geladen maken. Er ontbreken dus hier elektronen. Ik stop de video even om uit te leggen hoe je dit nu kunt opladen, hoe je die elektroscoop oplaadt. Je ziet een zinken plaat en als die positief geladen perspex-buis eh, in de buurt van die plaat komt, dan worden er elektronen aangetrokken. De TOA houdt met zijn linkerhand die plaat vast. Dus elektronen zullen van zijn hand naar die plaat stromen, omdat die worden aangetrokken door de positieve perspex buis. Als je dan volgens de plaat loslaat, dan zijn er extra elektronen. En als je de perspex buis weer weghaalt, dan is die negatief geladen. En dat zie je nu hier. Hij slaat uit omdat die uh, negatief geladen is. Dan doen we de bouwlamp aan. En met die bouwlamp, dat is zichtbaar licht, schijnen we op de zinkplaten. en je ziet helemaal niks gebeuren. Die elektroscoop blijft Geladen. Nou, de bouwlamp weer uit. En nu pakken we de UV-lamp. En als je die UV-lamp in de buurt houdt van die zinken plaat, dan zie je dat langzaam dat wijzertje van de elektroscoop naar beneden zakt. Dus de lading verdwijnt, die elektronen verdwijnen. Dus de conclusies van het fotoelectrische effect is dat uh, dat zinken plaatje. Leg je op dat contact, dat is negatief geladen, dat krijgt extra elektronen. En wat we waarnemen is dat zichtbaar licht uh, elektronen niet vrij maakt, maar UV-straling de elektronen wel vrij kan maken. En intens licht, intens zichtbaar licht, ook al is de energie heel groot, is niet voldoende. We kunnen het fotolex effect in meer detail bestuderen met een simulatie. De link vind je onderin, je kunt ook zelf met het programma klooien en ik raad je aan dat ook te doen. De simulatie maakt gebruik van een fotocel. Een fotocel is een component die licht omzet in een elektrisch signaal. In de simulatie kun je de lamp bedienen, de intensiteit en de golflengte van het licht. De fotocel bestaat uit een kathode, bedekt met een soort uh, metaal, een bepaald soort metaal, en een anode. En die fotocel is opgenomen in een schakeling met een stroommeter en een variabele spanningsbron. Dit is het beginscherm van de simulatie. Je ziet dat de lichtintensiteit staat op nul en uh, we hebben hier geel licht. Het uh, Plaatje, de kathode hier is bedekt met natrium. En uh, ja, we kunnen gaan kijken wat er gaat gebeuren als we de lichtintensiteit laten toenemen. Er gebeurt helemaal niets. Er komen geen elektronen vrij. Er gaat ook geen stroom lopen. Nou, dan zou je kunnen denken, de lichtintensiteit is niet hoog genoeg. Er is niet genoeg energie om de elektronen vrij te maken. Dus we zouden de lichtintensiteit nog verder kunnen laten toenemen. Maar dat werkt niet. 100% ook niet. Dus hoe fel het licht ook is, dat gele licht is niet in staat om elektronen vrij te maken. En dat hebben we in de demo ook gezien. Bij zichtbaar licht bij dat uh, zink kwamen er geen elektronen vrij. De elektroscoop die bleef geladen. We moesten naar uh, ultraviolet. We moesten naar een kortere golflengte. Dus laat ik deze intensiteit weer een beetje in het midden zetten en, en laten we van geel naar groen gaan. En er, kijk, daar komen de eerste elektronen vrij. Dus blijkbaar is uh, blauw licht voldoende om uit natrium elektronen vrij te maken. En wat gebeurt er nou als je de golflengte nog korter maken? Dan zie je dat die elektronen sneller en sneller gaan. Nou, bedenk, dit is een simulatie. In het echt kun je die elektronen niet zo waarnemen. Die zie je niet zo voorbij vliegen. Hoe kunnen we nou de snelheid van die elektronen meten? Je ziet hieronder een stroom lopen en die stroom ontstaat doordat elektronen van de kathode naar de anode gaan. Um, we kunnen die elektronen gaan afremmen. Ze hebben een bepaalde kinetische energie en als we uh, die kinetische energie tot nul brengen, uh, dan halen ze de overkant niet, dan remmen ze volledig af en dan worden ze weer aangetrokken tot de kathode. Dat kun je doen met deze batterij. Dan moeten we hem negatief maken. Je ziet dat de stroom al kleiner wordt. Nu is die 0. Nou, je ziet dus ergens bij min 1,20 volt, daar hebben de snelste elektronen niet genoeg energie meer om de overkant te halen. Dat betekent dat de elektronen aan het begin kinetische energie hebben. Die wordt volledig omgezet in elektrische energie aan de overkant. En je ziet, ze halen het net niet en dan schieten ze weer terug, worden ze weer aangetrokken tot de kathode. Nou kunnen we gaan kijken naar uh, hoe hangt de, de stroomsterkte nou af van de spanning. Die spanning heb ik hier gevarieerd. Dus laat ik hem weer op 0 zetten. Laten we eens even naar zo'n grafiek kijken. Als je nu de, stroom, de spanning positief maakt, dan zul je zien dat de stroomsterkte niet groter wordt. Dat is raar, want eerder heb je vaak geleerd dat als je de spanning laat toenemen, dat een stroom ook toeneemt. Maar bij die fotocel gebeurt dat blijkbaar niet. Dan gaan we later naar kijken hoe dat precies komt. Ik kan zowel dus afremmen, die elektronen, en op een gegeven moment zal de stroom dan gaan afnemen. Dat zie je hier gebeuren. Totdat de stroom nul is. Geen enkel elektron haalt de overkant. Er worden wel heel veel elektronen vrijgemaakt. Maar uh, ja, ze bereiken de overkant niet. Dan heb je ook een stroom van nul. Dus nog een keer, als ik de spanning laat toenemen, dan halen alle elektronen de overkant. En uh, gro een grotere stroom kan niet. In het kort alvast, dat komt doordat er gewoon per seconde een bepaald aantal elektronen wordt vrijgemaakt. En die stroom uh, neemt niet meer toe als ik de spanning laat toenemen. Er worden gewoon niet meer elektronen vrijgemaakt. Oké, okay, dit zet ik weer op 0. En uh, we gaan nu naar een ander grafiekje kijken. Dat is de grafiek van de energie van de elektronen tegen de lichtfrequentie. Nou, hoe kun je nou die energie van de elektronen meten? Dat gaat dan om de, uh, de snelste elektronen. Die kun je dus meten door hier de spanning zo instellen dat er net geen stroom meer loopt. Dat noem je de remspanning. Daarmee bepaal je de kinetische energie van de snelste elektronen. Je ziet hier ook hele langzame elektronen gaan. Dat zijn elektronen die zijn sterker gebonden in dat natrium. Daar heb je dus meer energie voor nodig om die vrij te maken. Dus die gaan langzamer als ze uit het metaal komen. Nou, wat gebeurt er nu als ik de golflengte uh, groter maak? Dan gaan we dus weer even naar zichtbaar licht. Dan ga je zien dat die elektronen langzamer gaan. Dus hun energie neemt af. En op een gegeven moment is de golflengte zo groot dat er geen elektronen meer vrijkomen. Dat is hier ongeveer. Er komen nu geen elektronen meer vrij, er loopt geen stroom. Dit is wat we eerder hebben gezien. Zichtbaar licht is blijkbaar niet voldoende voor natrium om elektronen vrij te maken. Dan ga ik de andere kant op, naar ultraviolet. Hier waren we net al. En je ziet dat hoe korter de golflengte, hoe sneller die elektronen gaan. Oké, okay, dan hebben we een mooie grafiek. Daar maak ik even een schermafdruk van. En we kunnen dit nu gaan herhalen met een andere stof. Dus ik ga van natrium naar bijvoorbeeld zink, wat we in de demo hebben gebruikt. Um, zichtbaar licht opnieuw hier. Grotere golflengte, er gebeurt niks. Kortere golflengte. Zichtbaar licht is niet voldoende. We moeten echt naar ultraviolet. Zelfs heel ver naar het ultraviolet. Kijk, nu komen pas de eerste elektronen vrij. En je krijgt weer zo'n grafiek. Hij gaat recht omhoog. Oké, okay, hier maak ik ook een schermafdruk van. Dus onderaan hebben we natrium. En dit is zink. Nou, laatste plaatje. Deze weer in zichtbaar licht. En laten we nu calcium doen. En dan gaan we ook weer eerst naar grotere golflengtes. Daar gebeurt helemaal niks. En dan naar kortere golflengtes. En kijk, je ziet nu ergens in het blauw komen de eerste elektronen vrij. Nog kortere golflengtes. En ze gaan weer sneller en sneller. Dus hoe korter de golflengte van dat licht, hoe meer energie die elektronen krijgen. Ook hier maak ik een. Schermafdruk van. Dus nu hebben we drie grafieken. En wat opvalt is dat de helling van al die grafieken gelijk is, maar hij begint bij een andere frequentie van het licht. Bij de eerste, dat was natrium, begint hij bij een hele kleine frequentie. Dan daarna calcium bij een grotere frequentie. En zink, daar heb je de grootste frequentie van het licht voor nodig om elektronen vrij te maken. Daar gaan we zo naar kijken wat daar de oorzaak van is. Dan nog een laatste ding. Want ik heb nu steeds de. Uh, golflengte aangepast van het licht, maar wat gaat er gebeuren als we de lichtintensiteit veranderen? Dus stel je voor, ik heb hier uh, een bepaalde stroom, 0,028 ampère uh, bij een uh, golflengte van 361 nanometer. Als ik nou de lichtintensiteit laat toenemen, dus het licht wordt feller, kijk hoe feller het licht, hoe meer elektronen er vrijkomen. Dus hoe groter de stroomsterkte. De stroom, nu gaan we de andere kant op. Dus de stroomsterkte neemt af. En nog verder af. Dus zwakker licht zorgt voor minder elektronen die vrijkomen. Um, het klassieke beeld van licht is dat het een, een golf is. En hoe feller het licht, hoe groter de amplitude van de golf. Dat is hoe we dat altijd hebben gezien. Dat heb ik net ook verteld. In dit plaatje bij dit fotoelektrisch effect zie je dat feller uh, licht zorgt voor meer elektronen die vrijkomen. Hoe verklaarde Einstein nu het fotoelektrische effect? In de demo hebben we dit soort grafieken gemaakt. Hierin staat de kinetische energie van de vrijgemaakte elektronen uitgezet tegen de frequentie van de straling die de elektronen heeft vrijgemaakt. Elk materiaal heeft zijn eigen grafiek, maar het valt op dat ze allemaal even stijl lopen. En je ziet hier ook wat ik in de demo heb laten zien. Als de frequentie niet hoog genoeg is, komen er geen elektronen vrij. En hoe hoger de frequentie, hoe sneller de elektronen gaan. En Einstein verklaarde dit als volgt. Hij zei, elektromagnetische straling bestaat uit energiepakketjes, fotonen. Elk foton heeft een energie van h keer f. h is de constante van Planck, die vind je in Biene's tabel 7, en f is dus de frequentie van het licht. Om een elektron vrij te maken uit de stof is een bepaalde minimale energie nodig, de uittree-energie, aangegeven met WU en voor verschillende materialen vind je die energie in binus tabel 24. De overige energie van het foton wordt de kinetische energie van het elektron. In een formule ziet het er zo uit. Dus de kinetische energie van het elektron is de totale energie van het foton Minder energie die dat foton nodig had om het elektron vrij te maken. En wat overblijft is dus kinetische energie. Ik heb er nog de wiskundige formule bijgezet van uh, deze formule. i is a keer x plus b. En je herkent dat hoop ik als een lineair verband. a is de helling, oftewel dat is die h. En b dat is de asafsnijding van de i-as. Dus dat is in dit geval min WU. Dat zie je niet in de grafiek rechts, maar dat heeft dus te maken met die minimale energie die je nodig hebt. Voorbeeldopgave 1 gaat over een fotocel. De kathode van de fotocel is gemaakt van lithium. Er valt straling op met een golflengte van 450 nanometer. Voorspel wat er gebeurt als de golflengte kleiner wordt. Er komen dan geen elektronen meer vrij. Komen er minder elektronen vrij, meer elektronen. Gaan de elektronen sneller of gaan de elektronen langzamer? En tip, gebruik hierbij Binus tabel 24. Het goede antwoord is D, de elektronen gaan sneller. In Binus tabel 24 vind je dat de grensgolflengte 504 nanometer is voor lithium. Dat is uh, langer dan de golflengte van de 450 nanometer. Dat betekent dus dat de fotonen van de straling die op het lithium vallen, uh, dat de golflengte korter is, dat de energie van die fotonen dus... Uh, groot genoeg is om elektronen vrij te maken. En als je de golflengte nog korter maakt, dan krijgen de uh, elektronen nog meer kinetische energie en gaan ze dus sneller. Misschien dacht je dat er meer elektronen vrijkomen. Um, dat is uh, wat ingewikkeld, maar dat zou ook een goed antwoord kunnen zijn, want elektronen die sterker gebonden zijn uh, in het metaal kunnen ook, zouden ook vrijgemaakt kunnen worden als de golflengte kort genoeg wordt. Maar in ieder geval gaan de elektronen sneller. Dat weten we zeker. Voorbeeldopgave 2 gaat over het fotoelektrische effect. Kalium wordt beschenen met rood, groen en violet licht. Drie vragen daarover. Leg uit waarom er bij uh, rood licht geen elektronen vrijkomen. Leg uit bij welk licht de elektronen het snelst gaan. En bereken de snelheid waarmee de elektronen vrijkomen bij violet licht. Het is handig om hier even een pen en papier te pakken en je hebt uiteraard weer Binas tabel 24 nodig. In Binas tabel 20 kun je vinden uh, dat de uiterste energie van kalium 2,25 elektronvolt is. En de grensgolflengte is 551. Dus de golflengte moet korter zijn dan 551 nanometer. Uh, maar 700 nanometer is groter dan 551 nanometer. En de fotonen hebben dus niet voldoende energie. Dat is het antwoord op de eerste vraag. Voor de tweede vraag geldt dat hoe korter de golflengte, hoe hoger de energie van de fotonen en hoe sneller de elektronen dus gaan. De grote snelheid hoort bij het violette licht. Voor vraag 3 heb je deze twee uh, formules nodig: die van het fotolex-effect en de formule voor uh, de golflengte en de frequentie van de straling. De uitree-energie kun je in de binus tabel 24 vinden, maar die moet je omrekenen naar joule. De frequentie kun je uitrekenen door de lichtsnelheid te delen door de golflengte en de kinetische energie is dan gelijk aan de constante van Planck keer die frequentie van het licht min de uitree-energie. en dan kom je op 1,37 keer 10 tot de min -19 joule. Dat moet je nog omrekenen naar snelheid. Uh, dat heb ik niet helemaal uitgeschreven, maar dat is uh, voorkennis. De snelheid is de wortel uit, de kinetische energie, gedeeld door een half keer de massa van het elektron. Die vind je in tabel 7. En dat is dan 5,48 keer 10 tot de vijfde meter per seconde. Nog een voorbeeldopgave over de remspanning. Dit is weer de simulatie van het fotoelectric effect. En de cesiumkathode hier van de fotocel wordt met geel licht beschenen. Die remspanning is de spanning van die batterij daar onderin, waarmee je de elektronen kunt stoppen. Dus stel er komen elektronen vrij bij uh, uh, geel licht, dan hebben die een bepaalde snelheid en die halen de overkant en dan krijg je een bepaalde stroom. Als je nou de batterij zo instelt dat de elektronen de overkant niet halen, dan loopt er dus geen stroom meer en dan is de remspanning, uh, dat wordt de remspanning genoemd, dan is de remspanning voldoende om de elektronen te stoppen. Nou, wat gebeurt er? Er loopt geen stroom. Er gaat wel een stroom lopen en de remspanning is ongeveer 0,2 volt. Er gaat een stroom lopen en de remspanning is 0,5 volt. Of die remspanning is uh, 1 volt. En tip: gebruik Binance-tabellen 19a en 24. Het goede antwoord is B. Er gaat een stroom lopen en het kost ongeveer 0,2 volt om die elektronen te stoppen. Hoe kom je er naar nou achter? Het makkelijkste is om eerst even in Binus 19a te kijken. Daar vind je dat geel licht een uh, energie heeft van ongeveer 2,15 elektronvolt. En in Binus 24 vind je dat voor cesium de uittredenergie 1,94 elektronvolt is. Dus die gele fotonen hebben voldoende energie om elektronen vrij te maken. Dus het goede antwoord is op, uh, op basis hiervan B, C of D. Maar hoeveel energie heb je nou nodig, of hoeveel spanning heb je dus nodig om die elektronen te stoppen? Nou, het verschil van deze twee energieën is de kinetische energie van de elektronen. Dus de elektronen hebben een energie van 0,21 elektronvolt. En misschien weet je nog van hoofdstuk 8 dat um, elektronen gestopt kunnen worden met een spanning en dat de energie hier, kinetische energie, moet elektrische energie worden. De elektroenergie moet dus 0,2 elektronvolt worden, zo ongeveer. Daar heb je dus een spanning nodig van 0,2 volt. Dat is het handige van de eenheid elektronvolt. Voorbeeld opgave 4, een fotostroom. De fotostroom is in feite de, stroom, de elektrische stroom die gaat uh, lopen doordat er licht valt op een fotocel. Dan krijg je zo'n soort grafiek. Uh, de, uh, verticaal de fotostroom, de current hier in het Engels... En die is uitgezet tegen de spanning van de batterij. Nou, je ziet dat als de spanning van de batterij heel hoog is, dan is die fotostroom uh, op een gegeven moment constant. Dat heb ik in de demo ook laten zien. Dat heeft ermee te maken dat er gewoon eenmaal niet meer fotonen zijn om elektronen vrij te maken. Oftewel, er zijn niet meer elektronen om uh, een st grotere stroom te kunnen veroorzaken. Als je de batterij. Een, een spanning negatief maakt, dan worden de elektronen afgeremd en op een gegeven moment. Loopt er geen stroom meer? Dat is die remspanning. Nou, voorspel dan nou wat er met deze grijze grafiek gebeurt in de volgende gevallen. De golflengte wordt groter dan de grensgolflengte, de intensiteit van het licht wordt kleiner gemaakt, of de golflengte wordt groter, maar de intensiteit wordt gelijk en de, uh, de golflengte is in situatie 3 nog steeds kleiner dan de grensgolflengte. En ik heb hier een aantal opties, schrik er niet van, maar ik heb hier negen uh, opties, a-tot met i. En kies voor elk van 1, 2 of 3 één van deze grafieken. Voor 1 is dit het goede antwoord: de grafiek is helemaal plat geworden, want de golflengte is te groot geworden. De fotonen hebben niet voldoende energie om elektronen vrij te maken, dus er loopt ook nooit een stroom. Voor 2 is dit het goede antwoord: F. De intensiteit van het licht wordt kleiner gemaakt. Dat betekent dat er minder fotonen zijn. Maar het kost nog evenveel spanning om ze af te remmen. Dus de grafiek begint op hetzelfde punt, maar loopt lager. Er is een kleinere stroom, want er zijn minder elektronen vrijgemaakt. En voor 3 is h het goede antwoord. De golflengte wordt groter. Maar ik zei net: het blijft nog steeds kleiner dan de grensgolflengte. Dus er is nog steeds. Een fotolex-effect, -like dat de golflengte groter wordt, betekent dat de fotonen minder energie hebben. En dat de elektronen dus ook met een kleinere kin kinetische energie vrijkomen. Het kost dus minder spanning om ze te vertragen, om ze af te remmen. Dus die remspanning is kleiner geworden. En je ziet dat de grafiek bij, uh, dichter bij nul begint. Maar hij gaat ook omhoog, hij gaat verder naar boven, want ik heb gezegd, de intensiteit blijft gelijk. De intensiteit is zoveel als joule per vierkante meter. Als elk van de fotonen minder energie hebben, maar de totale energie blijft gelijk, heb ik dus meer fotonen. Dus ik maak ook meer elektronen vrij en de grafiek komt dus boven de grijze grafiek uit. Nou, dit is best wel lastig. Als je het niet helemaal snapt, probeer het nog een keer even terug te kijken, te volgen en het uh, zelf ook uit te kunnen leggen. Ja, hoe ontstaan nu die spectraallijnen? Daarvoor hebben we het model van Niels Bohr nodig, het atoommodel van Bohr. Nog even anders gezegd, die spectraallijnen ontstaan doordat een atoom ofwel fotonen uitzendt met een bepaalde energie, ofwel fotonen absorbeert met diezelfde bepaalde energie. En wat zegt nou? Atomen bevinden zich blijkbaar in een vaste energietoestand. Dat noemt hij een energieniveau. En dat heb ik hier rechts uh, schematisch weergegeven in een energieniveauschema. Verticaal de energie, in elektrovolts of joule, dat maakt op zich niet uit. Er staat niets langs de horizontale as en je ziet verschillende lijntjes die aangeven in welke toestand het atoom zich kan bevinden. Onder in de grondtoestand en daarboven aangeslagen toestanden. Dat ken je nog wel van uh, trillingen en golven. Dan heb je ook een grondtoon en aangeslagen toestanden. Aangeslagen, aangeslagen uh, boventonen zijn dat dan eigenlijk. Uh, dat werkt hier eigenlijk ook zo. En Bohr zegt dat emissie. Is het effect dat het atoom van een hoger naar een lager niveau gaat en daarbij zendt het een foton uit. En bij absorptie is dat eigenlijk het omgekeerde. Het atoom gaat van een lager naar een hoger niveau, maar daarvoor is een foton nodig en dat foton verdwijnt. In de formule kun je dat als volgt weergeven: dat de energie die je nodig hebt is gelijk aan het verschil van die twee energieniveaus. En die lettertjes m en n zijn alleen maar bedoeld om. Uh, een willekeurig energieniveau aan te geven en die rechte strepen dat zijn absoluut strepen want uh, als je van hoog naar laag gaat dan is em groter dan en en dan is het positief maar als je van uh, laag naar hoog gaat dan is em kleiner dan en en dan zou het negatief zijn maar je hebt altijd een, bepaald, een bepaalde positieve energie in zo'n foton reken dus het verschil uit is het negatief dan laat je het minnetje weg nou, de energie, het energieniveau schema van waterstof vind je in tabel 21 21 A. Dat ziet er dan zo uit. En er zijn drie reeks te zien. Die van passion die is in het infrarood. Dat zijn allemaal hele lange golflengtes. Kleine energiesprongetjes dus. Die van Balmer die bevindt zich in het zichtbaar licht. Die vind je ook in tabel 20. En die van Lyman is in het ultraviolet. Um, dat zie je ook niet. Dat zijn fotonen met veel energie, dus vandaar dat ze sprongen in het energieniveauschema groot zijn. Nou, let nou op de energieschaal helemaal links. Die staat daar in elektronvolt, maar die staat er twee keer. Want je kunt de, uh, het ionisatieniveau 0 elektronvolt noemen, of je kunt uh, de grondtoestand 0 elektronvolt noemen. Dus ofwel je begint van onderaf te tellen, of van, ja, van boven. En dat ionisatieniveau is de energie eigenlijk die je minimaal nodig hebt om een elektron vrij te maken uit het atoom. Vandaar ionisatieniveau. En waarom kan dat nou? Uh, want het gaat om de verschillen in energie. De verschillen in energie drukken uit hoeveel fotonenergie er ontstaat of verdwijnt. En die verschillen blijven gelijk of je nou bij 0 begint onderaan of 0 bovenaan. Nog een voorbeeldopgave, de laatste over energieniveaus. Bepaal met behulp van Binus tabel 20 en 21a welke overgang de rode spectraallijn in het spectrum van waterstof veroorzaakt. Dit vind je in Binus tabel 20, het spectrum van waterstof. De rode lijn heeft een golflengte van ongeveer 655 nanometer. Let goed op, die schaal is een beetje raar. Dit heb ik af kunnen lezen. Dan gaan we naar Binus tabel 21a en dan vinden we. Diezelfde golflengte bij benadering hier, 656 nanometer. En blijkbaar is dat de overgang van 3 naar 2. Dus het antwoord is: de overgang van n is 1 naar n is 2. Tot slot de samenvatting. Elektromagnetische straling bestaat dus uit energiepakketjes, die noemen we fotonen. De elk foton heeft een energie van h keer f. Met h de constante van Planck, en die vind je in tabel 7. Het fotoelektrische effect betekent dat fotonen elektronen vrij kunnen maken als de energie van het foton groter is dan de uitere energie, oftewel de frequentie groter dan de grensfrequentie of de golflengte kleiner dan de grensfrequentie. Elk materiaal heeft een andere uitere energie, die vind je in binnenbel 24. De kinetische energie van de elektronen rek je uit met eK is H keer f min W. Een atoom kan alleen bepaalde energie hebben, dat noem je energieniveaus. En dat geef je weer in een energieniveauschema. En spectraallijnen worden dus veroorzaakt door overgangen tussen die energieniveaus in zo'n atoom.